We zijn hier met de HAVO-leerlingen de eindtoets spreekvaardigheid aan het doen in Duitsland. Op de locatie waar zo'n gesprek moet plaatsvinden. Bij de konditorij, bij de theemanufactuur, bij een kledingzaak, bij de krant, bij het hotel. De leerlingen worden beoordeeld door Duitse collega's of mensen ter plekke. Die beoordeling nemen wij mee in het eindcijfer voor spreekvaardigheid. Ik ben hier voor mijn mondeling overhoring Duits in Aurich. Ik voel me erg gespannen. Het is natuurlijk wel heel erg spannend. Ik vind het eigenlijk wel leuk, want ik denk dat je hier meer van leert dan van gewoon een mondeling met een docent. Ik vind het wel heel erg leuk dat dit mogelijk is. Ja, ik zie wel op tegen de politie, omdat ik vind dat heel officieel. Kun ik op deze reisbureau aan een reis boeken? Atemloos door die nacht. Ja, ik denk dat het wel handig is als je ze niet kan verstaan, dat je een zin weet, zodat ze minder snel gaan praten of dat ze de zin gaan herhalen. Dus zelf heb ik ingestudeerd. Kunnen ze niet zo snel spreken bieden? Kunnen ze dat wiederholen? Ja, dat kan. Ja, ik vind het wel prima. Ik vind het wel spannend een beetje, omdat natuurlijk je krijgt er een cijfer voor. Maar het is wel een leuke ervaring om te doen. Het leuke is dat de leerlingen dus met een Duitser een Duits in praktijk brengen. En dat maakt het leuk. Dat ze het gevoel hebben dat ze een drempel overgaan, hè? Ik hoor van leerlingen dat de mensen die bij de rollen zitten allemaal zo aardig zijn. En behulpzaam, als ze een keer een woordje niet weten. Ik vind de politiebully altijd erg leuk, omdat leerlingen dan zo zeggen: mevrouw, moet ik echt in dat busje? Ja, je moet echt in dat busje. En dan staan ze daar zo van, moet ik echt, ja, je moet die schuifdeur open doen. Kunnen ze maar met ons komen en ons dat zeigen? Dat gaat niet. Ik ben in Aurich voor mijn mündliche proefing. In 5 minuten moet ik in die VVV zijn. Hoe was het? Het viel wel mee, maar met sommige woordjes is het soms wel lastig. De mensen die in de winkel staan, die zijn super spontaan en zijn hartstikke bereid om je te helpen. Het was gewoon hartstikke leuk. Ik moest een kalender kopen voor mijn moeder, want die is volgende week jarig. Nou ja, wat heb ik gezegd? Wil je dat ik Nederlands doe in het Duits? Kan ze me daar helpen? Ik mocht een kalender kopen. Mijn moeder bekomt als geboortedag volgende week. Het is wel een leuke ervaring, denk ik. Want niet veel scholen die dat meemaken. Een hele goede partnerschool heb je nodig. Dat is wel heel belangrijk. En dat is niet makkelijk natuurlijk. Je moet het maar treffen dan. En wij hebben het getroffen hier in Aurich. Al 20 jaar. Ja, het zijn vettig, die Leute.